album vol staat met dit soort liedjes, dan ga ik het wel draaien hoor, geen probleem. De sfeer is een stuk relaxter geworden hier het laatste uurtje sinds we binnen zijn. De dames en heren van de Roots Riders, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens, het staat helemaal vol op de gang. Ik heb net fantastische foto's gemaakt. Die ga ik zo even op Facebook zetten. Moet je even zien. Ik ga even praten met Mitchell van de Roots Riders. Als je het goed vindt. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn, man. Dankjewel. We vieren ook een beetje een feestje, want 40 jaar Catch a Fire. Ja, 40 jaar Catch a Fire. 40 jaar geleden was dit album zijn internationale doorbraak. Van Bob Marley, daar hebben we het over. En wat is er zo belangrijk aan dat album voor jullie? Want jullie zijn nog steeds met Bob Marley bezig. En met dit album dus ook. Nou ja, kijk, je wil een tribute brengen aan een van de artiesten die je het meest inspireert. En maar hij heeft natuurlijk zoveel goede muziek gemaakt dat het heel erg moeilijk is om te kiezen. Dus we zijn eigenlijk gewoon voor dit jaar gegaan voor het album wat hem het meeste doorbraak heeft geleverd. Wat hem de eerste doorbraak heeft geleverd. Nou, laat ik het dan wat breder trekken. Wat is het dan met... Roots Riders zijn vaker bij me geweest. En 's ochtends ook, jaren geleden. Toen waren jullie ook al met Bob Marley bezig. Ja. En toen was het volgens mij het plan om dat tijdelijk te doen. Maar nu al die jaren later nog steeds. Ja, of ik heb het fout. Maar wat is er zo bijzonder voor jullie aan Bob Marley? Wat is het met die man? Ja, ik weet niet of je wel eens naar zijn muziek hebt geluisterd. Ja, zeker. Ja. Ja, dan weet je, dus ook dat in zijn muziek zit gewoon heel veel liefde, heel veel boodschap, heel veel kracht. Het is gewoon een heel veel dragende artiest. En het is voor ons allemaal zo. De bezetting is overigens wel regelmatig gewijzigd. Ik bedoel, jij hebt hier denk ik gestaan met Jovanka nog en Sherma. Ja, de band zag er toen heel anders uit. Precies. Zeker. Ja, precies. En nu hebben we Tamara Nivelak. We hebben de Royal Roots Band. Nou, ik ben erbij. Junior Tekla is er gewoon nog steeds. Dus het is nog wel, de bezetting is gewijzigd, maar de kwaliteit is zeker niet verminderd. Nee, en het klinkt ook te gek. Dankjewel. En jullie zijn ook weer op tournee. Sterker nog, gisteravond hebben jullie volgens mij... Ja, we hebben de start van de tour gehad gisteren in uitverkochte Mes Breda. Hoe was het? Ja, gekhuis. Ja? Gekhuis, ja, echt te gek. Brabant heeft ons echt goed op weg geholpen. Dus, ja, leuk. Ja, ik vraag me af, echt af, of P60 dat gaat overtreffen vanavond. Dus ik daag de mensen uit. Want dat staat nog op programma, P60 Amstelveen vanavond, morgen in Zwolle, in Hedon, zondag in Amersfoort, in de Kelder en dan nog even naar Eindhoven in Vlissingen. Maar er is nog de tourlijst op bobmarleytribute.nl. Ik zeg het maar even voor de... Ja, of op Roots Riders Facebook. Op de Roots Riders Facebook. En we hebben ook een app. En er is een app. Er is zelfs een echte Roots Riders app. Wat kan ik met die app? Nou, je kunt zelfs, heb ik gezien op die app, kun je Ustreamen. Dus dan kun je, als je niet uitverkochte, want al die zalen worden straks natuurlijk uitverkocht. Zo is het. En je kunt er niet bij zijn, dan kun je via Ustream kun je zelfs gewoon live erbij zijn op de bank. Ja. Hé hey mensen, te gek dat jullie er zijn. Wat gaan jullie spelen? Ja, het zal van Bob Marley zijn, vermoed ik. Ja, nou, Catch a Fire was het album waarin de Wailers nog in de originele samenstelling waren. Dus je had Peter Tosh, Bunny Wailer en Bob Marley. Dus we spelen een nummer van Peter Tosh, het nummer van Bob Marley. En we beginnen straks met Stop the Train van Peter Tosh. Te gek. Ja, ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. Mag ik jullie met z'n allen de gang op jagen? Wij gaan de gang op. Ja? Ja. Top, man. Mitchell, dat zijn jouw kinderen trouwens, hè? Die bij ons... Ja, die twee zijn voor mij. Ja. Ja. Mao en Sian, dat zijn mijn jongste telgen. Die krijg je niet meer terug, hoor, denk ik. Ja. We houden ze. Ik denk dat ik hier de deur uitloop dat je ze gelijk teruggeeft. Het kabaal dat ze gaan maken. Ja, leuk. Kijk mee via radio6.nl. Daar is de webcam. En dan zie je ook wat een...